NPS-parlementariër Gregory Rusland wil van de regering weten of er minder middelen beschikbaar zijn om de productiesector te ondersteunen. Dit vroeg hij tijdens de openbare vergadering van donderdag naar aanleiding van de schaarste aan Surinaamse dollars. Rusland benadrukt dat de productiesector broodnodig is om de verdiencapaciteit van Suriname te vergroten. Wij willen aandacht vragen voor versnelde uitvoer van andere mogelijkheden vanuit de Wereldbank en dergelijke om de productiesector te ondersteunen. VHP-parlementariër Kishen Ramsukul haalde aan dat de fractie voorstander is van duurzame productie. Echter wijst de realiteit uit dat een groot deel van de inkomsten van de overheid afhankelijk zijn van niet duurzame sectoren, zoals de houtsector. Voorzitter, de houtsector heeft heel veel problemen. Een van de zaken is dat de kosten zijn verhoogd in maart. Ik wil de regering vragen om middels cijfers aan te tonen of de kostenverhoging heeft geresulteerd in verhoging van de inkomsten. Wordt er nog meer geëxporteerd? Zijn de exporten afgenomen? Graag een overzicht middels cijfers. De douane voor het inpakken van de containers zijn beschikbaar vanaf 3 uur. Ze komen aan op de locaties om 5 uur. Terwijl de medewerkers van SBB tot 6 uur kunnen werken. Dat maakt het ontzettend moeilijk voor deze ondernemers om hun containers in te laden. De DNA-leden benadrukten dat de productiesector nu de juiste ondersteuning nodig heeft om Suriname verder vooruit te helpen.